Ja, voor de vraagstellers is elk everzwijn natuurlijk één te veel. Hè? Dat weten we uit vragen uit het verleden. En wat die communicatie van de Hubertusvereniging Vlaanderen betreft, ja, kijk, ik zou dat toch wel met een korrel zout nemen, want die zullen alleen maar tevreden zijn als we overal met alle middelen mogen jagen. Hè? Dus alleen dat kan je moeilijk als lat installeren. En het feit dat dan excuses worden gebruikt als verkeersveiligheid en dergelijke meer om de jachtwetgeving te versoepelen, allee, ik vind dat eerlijk gezegd nogal storend. En zeker als ik ook hoor wat er allemaal in de stijgers wordt gezet als het gaat over aanpassing van wapenwetgeving. Allee, ik vind dat behoorlijk hallucinant, eerlijk gezegd. Ik dacht dat ik hier een probleem waarvan we op het terrein vaststellen dat we dat niet meer onder controle hebben, dat we daarover gingen bekijken hoe dat we dat verder konden managen. En als er andere oplossingen zijn dan ze te bejagen, als u ze bijvoorbeeld kan vangen met een suikerklontje, meneer Santorum, dan bent u van harte welkom in Antwerpen, tussen Kempen en in Limburg. Maar ik denk dat we daar juiste aanpak voor nodig hebben. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.